Goedenavond allemaal, welkom bij deze opening van het academisch jaar. Mijn naam is Erwin Maas, ik ben programmamaker bij Studium Generale, het podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Deze avond, deze collegetour, is de laatste activiteit van deze opening van het academisch jaar. Er zijn al allerlei andere activiteiten geweest, bijvoorbeeld het uitreiken van de eredoctoraten, het uitreiken van de studentenprijzen, het uitreiken van de docentenprijzen. En er is natuurlijk ook een grote wens in vervulling gegaan van de rector. Door namelijk de première van een nieuw universiteitslied. Dat lied is geschreven door Rosa Valkenburg, mijn collega bij het Centrum voor Wetenschap en Cultuur. En het zit ook al de hele dag in mijn hoofd. Ik weet niet of iemand het nummer al heeft gehoord. Wie heeft het al gehoord, handen? Ja, vind je het goed? Heel mooi. Heb je het ook al de hele dag in je hoofd? Dat nog niet, maar dat komt nog wel. Voor de mensen die het niet hebben geluisterd, ga dat vooral ook doen. Voordat we beginnen heb ik een aantal huishoudelijke mededelingen. Of je nou een huwelijksfeest organiseert of een opening van het academisch jaar. Je weet natuurlijk nooit of er boulevardpers aanwezig gaat zijn. Vandaar dat ik even wat zeg over de opstelling hier in de zaal. Er zijn natuurlijk veel minder mensen aanwezig dan eigenlijk in deze zaal kan. Iedereen zit op 1,5 meter afstand van elkaar. En ik zal ook zorgen dat ik op 1,5 meter afstand van onze gast blijf. Verder, deze uitzending die wordt gelivestreamd voor de mensen thuis. Als je denkt, ik heb een vraag en die wil ik graag stellen, dan kan dat in de chatfunctie van YouTube en Facebook. Het wordt ook opgenomen en morgen wordt het ondertiteld Engels, zodat ook onze internationale collega's het kunnen terugkijken. Oké, dat was het. Laten we snel beginnen. Het concept van de college tour is geloof ik iedereen wel duidelijk. Samen met studenten interviewen we iemand die ontzettend goed is in zijn of haar vak. En vandaag is dat Feike Siebesma. Laten we even kijken naar een filmpje. We know what is happening. And if you then as a company have the abilities, if you have that, then you must use it. Feike Siebesma werd geboren in Nieuw-Loostrecht op 25 augustus 1959. Na de middelbare school ging hij medische en moleculaire biologie studeren in Utrecht en aansluitend bedrijfskunde in Rotterdam. Hij maakte carrière binnen DSM, waar hij in 2000 toetrad tot de Raad van Bestuur en in 2007 bestuursvoorzitter werd. Hij besloot het bedrijf drastisch te veranderen. Het werd een bedrijf gericht op gezonde voedingsingrediënten en duurzame energie en materialen. DSM werd het duurzaamste bedrijf in de sector. Hij zette in op innovatie en werd voorvechter van vrouwen aan de top. Volgens Siebesma is het tijd voor een volledige reset van onze samenleving. Maar hoe gaan we dat doen? En welke verantwoordelijkheid hebben het bedrijfsleven en de universiteit? Mag ik een groot applaus voor Feike Siebesma. Welkom, ga lekker zitten, pak wat te drinken. We gaan je zeggen, dat hebben we net afgesproken. Laten we dat dan ook doen. Ik zie dat je ook iets hebt meegebracht, Feike, naast je. Misschien moet je dat even uitleggen. Die heb ik gewoon altijd bij me even. Dit is jouw 1,5 meter stok. Het is ruim. Het is ruim voldoende. Dus als ik een beetje naar achter blijf en jij ook, dan... Als jij daar blijft zitten, dan zitten we op 1,5 meter. Ik was het wel van plan. Heel goed. Ja, welkom in mijn gezellige UU-woonkamertje. Hoe voelt het om weer terug te zijn bij de Universiteit Utrecht? Heel goed. Dit is natuurlijk toch de plek waar ik zelf... heb rondgelopen, heb gestudeerd, mezelf heb mogen ontwikkelen, heel veel plezier heb gehad. Dus heel goed om hier te zijn. Ja, want je hebt microbiologie, moleculaire biologie gestudeerd hier. Ja. Misschien kunnen we even kijken naar een foto. Die zagen we net ook al even in het filmpje. Ja, kijk. Ja, dat was hem. Ja. Daar ben je. Hoe oud ben je hier ongeveer? 20, denk ik. 20. 19, 20. En wat voor student was je? Actieve student. Ik was lid van een studentenvereniging. Deed wat in de studentenpolitiek. Mm-hmm. Was voorzitter van een van de studentenpolitieke partijen. Actief op vereniging. En wat waren je standpunten?
Ik vind het belangrijk, en eigenlijk nog steeds, en ook voor alle nieuwe studenten en alle studenten hier in de zaal trouwens wel. Leuk om hier te zijn, inderdaad. Iedereen wel op 1,5 meter afstand. Goed, het ziet er apart uit. Wat vind ik belangrijk? Wat zeg ik tegen nieuwe studenten zeggen? Één ding is in ieder geval anders dan in mijn tijd. Er staat veel meer druk op studenten. Om af te leveren, om snel te studeren enzovoort. Mijn studie stond er nominaal 6-7 jaar voor. Medische moleculaire biologie heb ik er ook over gedaan. Dat is 7 jaar. Dat is voor de meesten ondenkbaar. Dus er staat wel veel druk om snel te studeren. Ondertussen zou ik zeggen, dit is een cliché. Een van de mooiste periodes uit je leven. Maar het is wel zo. Dus geniet er met volle teugen van. En probeer, ik heb dat in ieder geval ook geprobeerd, jezelf te ontwikkelen. Dit is een tijd waarin je in commissies of in je huis of met wie je samen woont of wat dan ook, allerlei dingen te ervaren. Hoe los je problemen op? Hoe ga je gezamenlijk ergens heen? Even zonder weg van je ouders, bij wie je vroeger woonde. Dit is de tijd om jezelf te ontwikkelen. En grijp dat met beide handen aan. Dat kan ik zeggen. Heb lol, studeer hard en ontwikkel jezelf. Borrel, studeer hard en ontwikkel jezelf. Ja. Ja, oké. Dan hebben we dat genoteerd. Vond je het toen ook al leuk om over grote wereldproblemen na te denken? Zoals je dat nu eigenlijk doet? Misschien vond ik het wel leuk. Maar misschien tijdens het borrelen? Ja, soms tijdens het borrelen. Maar gedurende de dag hield ik me bezig met hele kleine problemen. Wie moet het huis opruimen? Wie doet afwas? Wie moet stofzuigen? Kon ook tot hele grote proporties af en toe uitgroeien. Maar met dat soort problemen hield ik me ook bezig. Of dingen van nieuwe studenten. En ik zat in verschillende commissies in de faculteit waar ik studeerde. Maar het was niet zo dat u toen al een wereldverbeteraar was? Nee, geloof ik niet. Dat hoeft dus ook niet. Studenten, maak je geen zorgen, dat komt later wel. Had je een favoriete docent? Ik had één student, we hadden het daar ook vandaag even over. En die er nog steeds, of één docent die er nog steeds hier rondloopt. Ja, het is ondenkbaar. Ik ben nu 60, ik was toen dus 20, dus 40 jaar geleden. En die moet toen 40 geweest zijn, Jan van Hoof. De primatoloog, wereldberoemde primatoloog. Wereldberoemd. En dat was genot. Om naar hem te luisteren, overigens na 40 jaar nog steeds. De meeste docenten die rondliepen zijn natuurlijk inmiddels verdwenen. Hij was wel een heel bijzonder mens, hè, nog steeds. Wat maakt hem zo goed? Omdat zijn colleges zo boeiend waren, is dat echt zo ademloos te luisteren naar zijn verhalen. En dat boeide me zo enorm. En van die studie moleculaire biologie, is er ook iets dat je hebt meegenomen en dat ook je wereldbeeld op een bepaalde manier heeft bepaald? Ja, kijk, als student biologie krijg je een heleboel. Ten eerste, waarom ben ik biologie gaan studeren? Omdat het me nog steeds fascineerde hoe het leven in elkaar zit. En dat we allemaal celletjes hebben en DNA en moleculen en dat interacteert dan op een bepaalde manier. En dan krijg je dan een heel mens uit voort met allemaal emoties en gedachten en intellect enzovoort. Eigenlijk als je nadenkt over het leven is het nog steeds fascinerend dat het überhaupt bestaat. En er worden ook elke dag opnieuw kinderen geboren, maar als je ziet hoe complex dat is om een mens te maken, dan denk je dat dat überhaupt één keer goed is gegaan. In het leven is al ondenkbaar, maar het gebeurt elke dag en het is fascinerend. Daarom ben ik biologie gaan studeren, fascineert me nog steeds. Als je biologie studeert, krijg je natuurlijk één hele belangrijke bioloog sterk gepresenteerd, dat is Darwin. En Darwin heeft me wel geïnspireerd, ook in al het werk wat ik daarna heb gedaan. En met name misschien wel een van de belangrijkere boeken van de geschiedenis, The Origin of Species. Waar komen we allemaal vandaan? Waar hij op een gegeven moment schrijft, to my surprise, to my own surprise, hij was echt verbaasd blijkbaar, it is not the biggest,
not the fastest, not the strongest, but it is the fittest who will survive. En de fittest, niet degene die het meest naar de fitnessschool is gegaan, maar de fittest is degene die zich kan aanpassen aan veranderde omstandigheden. En dat geldt voor soorten, dat geldt voor organisaties, dat geldt misschien voor landen. Hoe pas je jezelf continu aan? En dat heeft me wel geboeid, Darwin. Nou, laten we het gaan hebben over die carrière. Je bent in 1998 bij het Limburgse chemieconcern DSM terechtgekomen. In 2007 werd je CEO. Ja. En in mei dit jaar nam je afscheid als CEO. U heeft ontzettend veel lof gekregen voor wat je daar hebt gedaan. DSM is onder je leiding ontzettend sterk verduurzaamd. En tegelijkertijd is ook de waarde van het bedrijf verhoogd. De waarde van de aandelen is van, geloof ik, zo'n €38 naar €100 gestegen. 135. Nou. En nu ook in deze crisistijd? Ja, nee, het doet het heel erg goed. De koers zit bijna op een all-time high. Ja. Ja. En wanneer is bij jou die overtuiging ontstaan dat die duurzame weg, dat eigenlijk de enige weg is? Ja, die is al eerder ontstaan dan dat ik CEO werd. Hoe moet ik het zeggen? Ik realiseerde me op een gegeven moment, toen ik meer verantwoordelijkheden kreeg in mijn banen. Wat is dat eigenlijk als je een grotere organisatie mag sturen, zogenaamd hoger op de ladder staat in de organisatie? Je hebt dan meer impact, misschien wel meer invloed en power of zo in een organisatie. Dat is allemaal leuk. In het begin vond ik dat ook erg leuk. En toen dacht ik, ja, wat betekent dat? En meer invloed betekent ook meer verantwoordelijkheid, wat je met die invloed doet. En toen dacht ik, wat is eigenlijk de rol van een bedrijf? Waarom werk ik eigenlijk bij een bedrijf? Wat moet een bedrijf eigenlijk doen? En de korte samenvatting die ik had geleerd, ook in Rotterdam op bedrijfskunde, is geld verdienen. Dan denk ik, ja, geld verdienen. Ja, dat kan het niet zijn. En als je doordenkt over de economie, denk ik, is de economie dan begonnen met geld verdienen? Nee, die is nooit begonnen met geld verdienen. De economie is begonnen dat de een was buffels aan het vangen en 's middags deed hij de gewassen. En de buurman deed het ook. En die zei, goh, jij bent beter in gewassen en ik ben beter in die buffels. Als ik nou dit doe en jij dat doet, dan ruilen we aan het eind van de dag en zijn we alle twee beter af. En dat zijn ze gaan doen. En toen kwamen er een derde en een vierde bij. En toen werd het complexer en toen hebben we goud uitgevonden. En later geld. En nu computers, want het geld wat we hebben, dat is er überhaupt niet. Dat hebben we gewoon in een computer opgeschreven. En dat geloven we allemaal. Maar dat is alleen maar een middeltje om te ruilen. En eigenlijk dus een middeltje om met elkaar hier gelukkig te kunnen leven. Dus geld verdienen is gewoon een middeltje om met z'n allen hier gelukkig te leven. En bedrijven die daarin zitten, hebben dus eigenlijk als doel om te zorgen dat we allemaal hier met elkaar gelukkig kunnen leven. Zo simpel is het eigenlijk. En als je daar dan geen bijdrage aan levert als bedrijf, dan ben je eigenlijk onzinnig bezig, naar mijn smaak. Ja. Dus je moet zorgen dat je als je bedrijf, natuurlijk, het is geen filantropische instelling en je zal op de een of andere manier je eigen broek omhoog moeten houden. Maar je moet wel zorgen dat je een bijdrage levert aan een verbetering van deze wereld. En dat is eigenlijk de taak van een bedrijf. Dus ja, dus bijdragen aan duurzaamheid, aan klimaat, aan circulariteit, aan ongelijkheid en al dat soort onderwerpen. Niet alle bedrijven doen dat, maar misschien moeten we het daar zo nog over hebben. Het zou wel moeten. Laten we het hebben over DSM. Want hoe stond dat bedrijf ervoor toen jij als CEO aantrad? Het was een bulk chemiebedrijf. En ik wist niet zeker of de bulkchemie het nou zou redden. Ook waren we daar misschien wel te klein voor. En ik zag dat er toen, dat heette toen de MDG's, de Millennial Development Goals. En later nu de SDG's. En ik denk, als je daar nou op focust en de wereld beter maken, dan op langere termijn gaan de mensen toch veel geld uitgeven om de wereld beter te maken. Zou ik de wereld adviseren om geld uit te geven om de wereld mooier te maken. Dat lijkt me een goed plan.
Dus en Ben zei het uiteindelijk is best slim. Niet altijd op korte termijn, maar op lange termijn natuurlijk. Dus die gaat geld uitgeven aan gezondere voeding. Die gaat geld uitgeven aan een beter klimaat. Aan een betere leefomgeving enzovoort. En als je daar nou op gaat inzetten en daar nou de innovaties doet, dan zal je bedrijf uiteindelijk ook wel floreren. En dan wordt de wereld er ook beter van. Nou, is iedereen happy. Ja, het klinkt een beetje simpel. Maar toen was dat eigenlijk de gedachtegang. Dus het bedrijf omgevormd. Maar ook goed realiserend dat het wel een mooie gedachte is. Maar ik niet elk kwartaal gelijk zal hebben. En als bedrijf word je wel afgerekend ook op je kwartaalresultaten, je kwartaalwinst en elk jaar winst. En ik heb wel in het begin gezegd, dit wordt een verandering, dit wordt een weg, een traject. Maar ik zal niet elk kwartaal gelijk krijgen. Dus u kunt elk kwartaal enorm op mijn hoofd slaan als analisten of als investeerders. Omdat ik dit kwartaal niet heb gehaald of dat kwartaal niet. Maar op langere termijn, geloof me nou maar, en dat deden gelukkig een aantal mensen. Op lange termijn zou dit toch moeten kunnen werken. Ja. En met die route zijn we weggegaan. We hebben natuurlijk ook, ja, achteraf gezien is het goed uitgepakt, maar dat wist ik van tevoren. Het had ook helemaal mis kunnen gaan. Ja, natuurlijk, ja. Daar was ik ook wel eens bang voor. We hebben een vraag van Bram Kuipers gekregen. En hij vraagt, hoe is het u gelukt om de raad van bestuur en de aandeelhouders te overtuigen van het feit dat een duurzame route het beste is voor het bedrijf? Aangezien dat op dat moment niet de meest rendabele optie was. Dus neem ons eens mee naar die vergadering van die aandeelhouders. Daar zullen mensen geweest zijn die het absoluut niet met u eens waren. Wat heeft u toen gedaan? Ja. Ja, ik herinner me wel een aantal meetings die niet makkelijk waren. Ik herinner me ook nog een aandeelhoudersvergadering waar er werd gezegd, kunnen we nou stoppen met al die dat gedoe met het Wereldvoedselprogramma en dat honger en al die klimaatdingen. En toen zat ik daar in die grote zaal. Ik denk, dat zijn zogenaamd mijn bazen. Die zijn de aandeelhouders. Maar het is toch van belang en wij zijn de grootste voedingsmiddelenproducent, dus waarom zouden we niet helpen, ingrediënten, waarom zouden we niet helpen om het wereldvoedselprobleem proberen op te lossen? Ja, we zijn hier om geld te verdienen. Ik zeg, nou, maar toch denk ik dat we een verantwoordelijkheid hebben om hier iets te doen. Nog sterker, ik denk dat jullie als aandeelhouders, die eigenlijk de aandeelhouder, de eigenaar zijn van het bedrijf, ook die verantwoordelijkheid hebben. Is het niet? Hebben jullie als aandeelhouders geen enkele verantwoordelijkheid en alleen maar geld verdienen? Dan moet je mij wegsturen. Maar liefst niet vandaag, zei ik erbij. Maar en uiteindelijk raakte ik toch, ik weet nog niet, die aandeelhoudersvergadering raakte ik in ieder geval één mevrouw. Dat is altijd natuurlijk een mevrouw die me helpt dan. Op de tweede rij, die op een gegeven moment opstond. Dus dat is het bedrijf waar ik wil investeren en daar geloof ik in. Toen begon iedereen te applaudisseren. Ik zit nog in ieder geval één dag langer. Proberen te communiceren, proberen het uit te leggen, proberen te vertellen. Ik heb wel ook tegen mijn medeleden van de Raad van Bestuur en tegen Investor Relations, die gaan dan om met al die aandeelhouders, gezegd, we gaan veel communiceren. Ook als ik weinig te vertellen heb. We gaan niet duiken. Ik ga met ze praten. Ik ga het continu uitleggen. Ik ga vertellen dat ze niet alle kwartalen succes hebben, maar op lange termijn wel. En ik ga proberen heel veel uit te leggen. Hoe onzekerder ik misschien ben of de route wel gaat lukken, hoe dichterbij ik ze zal zijn. Het zullen niet altijd leuke gesprekken zijn, dat waren ook niet altijd. We hebben ook activistische aandeelhouders gehad en van mensen die iets boziger waren. Het zijn niet de leukste momenten als een CEO. En toch, omdat we de koers vast hebben gehouden, omdat we onze waarden en normen waarin we geloofden hebben vastgehouden, denk ik hebben we het gered. Over dat uitleggen, daar gaat er ook de volgende vraag. Dat is de vraag van Matthijs. Matthijs, waar ben je ergens? Je mag gaan staan. De microfoon, kom naar Matthijs toe. Ja.
Ja, meneer Sijversma, uw ideeën naar een duurzame samenleving integreren mij enorm. Maar veel mensen, zoals u het noemt, uit celopgebouwde homo sapiens, om het zo maar te noemen, die vinden het duurzame aspect van deze samenleving toch wel controversieel. Hoe wilt u de essentie van duurzaamheid nu ook op die mensen en aandeelhouders overbrengen? Ja. Getallen. Een miljard mensen in de wereld verbruikt zo'n 45% van alle grondstoffen die we hebben. En produceert ongeveer 45% van al het afval. 1 miljard mensen. We hebben er bijna 8. Dus die andere 50% is dan voor die andere 7 miljard mensen aan grondstoffen en afval. Dat zal niet sustainable zijn. Dat is niet duurzaam. Het is natuurlijk ondenkbaar dat dat eeuwig zo blijft. Want mensen uit andere regio's in de wereld gaan ook hun deel opeisen van de koek. En terecht ook. Dus dit zal niet zo blijven. Als 1% van de mensen net zoveel rijkdom en welvaart heeft als 99% van de mensen. Of als 8 mensen net zoveel geld hebben. Ik weet niet of ze hier in de zaal zitten. Als ongeveer de helft van de andere hoeveel mensen in de wereld. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk ondenkbaar. Als we langzaam de aarde steeds meer gaan opwarmen. Dat onze Noord- en Zuidpool echt onder bedreiging komen. Dan zal het wel het schip keren. Denk je ook dat je die mensen meekrijgt in je verhaal door ze meer feiten en cijfers te vertellen? Feiten, cijfers, laten zien. Praat met de president of de premier van Ethiopië of Bangladesh. Die zeggen nu, op dit moment, het is heel leuk dat jullie in het Westen proberen je uitstoot van CO2 te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Weet je waar je mij zo mee helpen? Nou, met klimaatadaptatie. Die klimaatverandering die is al zo hard bij mij aan impact aan het hebben, dat ik me moet verdedigen. Hoe kan ik elke dag overleven met de klimaatverandering die jullie overigens veroorzaakt hebben en waar jullie nog niet zo heel veel last van hebben en wij wel. Bij jullie stromen af en toe de wegen of de kelders of de straat onder. Bij mij heb ik gewoon geen voedsel. Hoe overtuig je andere mensen om dat te willen zien? Om mensen daarin mee te nemen. Ik denk dat dat soort dingen aan de hand zijn. Als je het hebt over ongelijkheid. Als je het hebt over circulariteit. Dat is natuurlijk absurd wat we doen in onze supply chains. Wat we allemaal in onze mobieltjes hebben aan metalen enzovoort. Die halen we allemaal uit Afrika. Die liggen daar keurig opgeslagen in mijnen. Goed georganiseerd. En die halen we eruit en die stoppen we in de mobieltjes. En dan zeggen we, er wordt een beetje schaars. Schaarse materialen. Hoezo schaars? Alsof de marsmannetjes 's avonds die materialen stelen. Die blijven gewoon hier op aarde. Jawel, maar na afloop van dat mobieltje, dan mixen we dat met ander afval. En dan hebben we een hele grote afvalberg. En die brengen we dan overigens terug naar Afrika, maar iets minder georganiseerd dan dat we ze er weg hebben gehaald. En dan hebben we tekort. Ja, dan moet je die supply chain dus anders gaan organiseren, dat je dat circulair kan maken. Anders hebben we inderdaad straks echt schaarse materialen. Ik probeer maar hier oplossing voor te bedenken. En dat hebben we als DSM heel veel gedaan op heel veel terreinen. En mensen mee te nemen in dit soort verhalen. En er zijn wel in toenemende mate mensen die daarmee gaan. Er zijn ook, tot mijn vreugde, in toenemende mate ook investeerders die dat zien. Er zijn pensioenfondsen die op lange termijn investeren. En dit ook in toenemende mate zien. We moeten het toch anders doen. Anders keert uiteindelijk het wal het schip. Naar mijn mening. We gaan naar de volgende vraag en die is van Ivo. De microfoon wordt trouwens netjes schoongemaakt tussendoor. Nou, dat even duurt. Ja, u had het net al een beetje over. Heeft u wel eens andere CEO's of grote leiders aangespoord om verantwoordelijk te werk te gaan? En zo ja, hoe reageerden zij daar dan op? Ja, heel erg vaak, heel veel. En sommige heel positief.
En sommigen hebben ook wel eens gezegd, man, ga je werk doen? En toen zei ik, ik denk dat dit mijn werk is. En toen zeiden ze, nou ja, ik denk het niet. Je moet wel een beetje geld verdienen en dan zijn we klaar. Ja, dus sommigen wel, sommigen niet. Kijk, ik begon zo'n beetje mijn carrière zo'n 30 jaar geleden, zeg ik dan maar. Dat is bijna 35 jaar. Nou, klinkt te veel. Wie was toen het grote voorbeeld als CEO? Ja, nou, ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Dat is Jack Welch van GE. Toen een heel groot bedrijf. Het is ook wel aardig om te zien of de grote bedrijven van 30, 35 jaar geleden nog steeds de grote bedrijven zijn. Deze week is Exxon als oliebedrijf uit de Dow Jones Index gevallen. En Salesforce en Apple enzovoort bemannen die met name. Maar Jack Welch was het grote voorbeeld. Aandeelhouderswaarde creëren, daar sta je voor als CEO. Wat een econoom, Milton Friedman, die zei, het gaat allemaal om geld verdienen. We hadden hier ook in Nederland commissie Corporate Governance. Die zei, luister eens even, de macht moet terug naar de aandeelhouders. Daar gaat het om. In die tijd groeide ik op of ontwikkelde mijn carrière. Dat was het voorbeeld CEO, dat was de econoom en dat was de corporate governance commissies. Ja, en natuurlijk waren er natuurlijk ook een heleboel mensen die niet meegingen omdat die dat verhaal geloofden. En ik dacht, dat verhaal houdt geen stand. Dat moet je willen veranderen. Met wel, laten we ook eerlijk zijn, en dat realiseer ik me ook, met risico's. Was ik nou zo zelfverzekerd dat ik daarin gelijk had? Nee, en natuurlijk was ik af en toe ook onzeker. Maar iets van onzeker, maar wel vastberaden. Af en toe zoekende, wat is dan de goede route? Maar wel af en toe met lef om er dan maar voor te gaan. Een beetje beide. Natuurlijk wist ik het ook allemaal niet. Nog sterker, het eerste jaar dat ik CEO was, viel Lehman Brothers. En toen brak de economische crisis uit. Ik weet dat we één maand als DSM zelfs een negatieve omzet hebben. Hadden. Lehman Brothers, dat was de Amerikaanse Lehman Brothers bank. Was een van de grote Amerikaanse banken, ja. Die als eerste viel toen de kredietcrisis was in 2007. En alles stortte in elkaar en niemand kocht meer. Als je een negatieve omzet hebt als bedrijf, ik begreep eerst niet toen de CFO vertelde dat dat zo was. Ik zei, hoe kunnen we nou negatieve omzet hebben? Nou, omdat orders die al geboekt zijn, zijn gecanceld, want anders kopen ze volgend jaar niks meer. Dus die moeten we terugdraaien. Ja. Ik zei, nou, als we negatieve omzet hebben, zal het wel niet goed gaan met de winst. dat is ook zo. Ik denk, nou, dan ga ik in ieder geval één record breken. En dat is de kortzittende CEO. Maar dat werd de langzittende. Maar ja, dat werd het uiteindelijk. Maar dat wist ik toen ook niet. Dus je weet aan het begin van de route natuurlijk ook niet hoe die gaat eindigen. Je hebt een visie, je hebt een beeld, je gaat ergens voor. Maar je weet het ook niet. En dat geeft onzekerheid. Maar ja, dat is dezelfde route die velen van jullie op het ogenblik aan het gaan zijn. Met jullie carrière, met jullie ontwikkelingen. Je weet het niet van tevoren. Maar je moet wel denken, wat wil ik, wat voor impact wil ik hebben op de wereld. Wat voor activiteiten wil ik doen, waar wil ik me bezighouden. En dan ga je daarvoor. Heb je ook fouten gemaakt in je tijd bij DSM? Nee, geen één. ja, natuurlijk eindeloos veel. Bepaalde acquisities hebben we niet gedaan die ik misschien had moeten doen, maar het was te duur, dacht ik. Of bepaalde dingen hadden we eerder moeten doorbijten. Ook de hele verkoop. We hebben heel veel veranderd in het bedrijf. Vond ik ook wel eens moeilijk hoor, want dan praat ik met mijn voorgangers. Je wil verkopen wat wij hebben opgebouwd. Ja, want ik de tijden verander, ik denk dat het heel verstandig is. Je bent aan het afbreken wat wij hebben opgebouwd. Ik zei, nee, ik sta op jullie schouders en borduur het voort. ja, en die wou ik toch ook meekrijgen. Dus af en toe, ja, heb ik daar fout in gemaakt. Af en toe natuurlijk, je moet ook leren communiceren hoe je het verhaal kan vertellen, hoe je de mensen mee kan krijgen.
Ja. Ja, je hebt echt een hele hoop prijzen gewonnen. Volkskrant, meest invloedrijke Nederlander van het jaar. Humanitarian of the Year door de VN. En natuurlijk de allerbelangrijkste alumnus van het jaar van de UU. Wat doet die waardering met je? Ben je daar nog gevoelig voor? Nee. Nee, ja, natuurlijk. Natuurlijk is het leuk als je ergens hard voor werkt en je zet je in om ook de waardering ervoor te krijgen. Ik denk dat iedereen dat zou herkennen, dat als je ergens voor inzet en je krijgt waardering, dan is het ook leuk. De leukste waardering misschien wel is onze eigen medewerkersbetrokkenheidsscores. Die zijn elk jaar omhoog gegaan. En dat betekent dat iedereen bij DSM heel blij is om voor DSM te werken en er heel trots op is. Dat soort waardering, als je dat zag van je eigen bedrijf, dat deed me heel veel. Ja, het meest invloedrijke bij de Volkskrant, dat moet je ook niet helemaal serieus nemen. Er is natuurlijk niemand in Nederland die heel invloedrijk, of het invloedrijkste, een stuk een beetje onzin. Dat zijn lijstjes, dat is dan, daar moet je niet al te veel mee hebben. Maar ja, als mensen erbuiten zeggen, hey, jullie doen de goede dingen, ja, vind ik dat wel leuk. Ja, we hebben natuurlijk al even gehad over de aandeelhouders en de invloed van die aandeelhouders die eigenlijk vooral voor de winst willen gaan. Die winst die is niet allemaal. Heilig. Niet allemaal. Misschien de DSM-aandeelhouders niet, maar een hele hoop aandeelhouders wel. Moet die macht gebroken worden of moeten die aandeelhouders overtuigd worden? Eerst even over dat winst maken en of die aandeelhouders dat nou allemaal verkeerd zien. Dat is niet zo. Wie zijn die aandeelhouders? Nou, dat zijn af en toe een beetje gretige mensen, dat kan. Maar over het heel groot deel zijn die aandeelhouders pensioenfondsen. Zijn verzekeraars. En als ik pensioenfondsen neem, dat zijn mensen die sparen jarenlang, 30, 35 jaar, geven die iets aan het pensioenfonds van hun spaargeld of van hun inkomsten. En willen dan dat over 30, 40 jaar, als zij met pensioen gaan, dat er geld terugkomt. En dat zij dan met pensioen kunnen. Ja. Dus dat die pensioenfondsen vragen of je ook wil presteren en of je het ook goed wil doen en of je ook rendement wil maken. Ja, is heel terecht, want die gepensioneerden die erachter zitten, die hebben dat nodig. Dus geld verdienen in die zin en aandeelhouders, dat is niet allemaal slecht of verkeerd. Dat is zelfs heel goed, omdat er een model zit. Geld dat we nu hebben of nu opzij leggen, hoe we daar straks van kunnen genieten, bijvoorbeeld als we met pensioen zijn. Dus tegen dat geld verdienen, daar is niks mis mee. Echter, als dat ongebalanceerd gaat en alleen op de korte termijn, wat voor die pensioenfonds overigens niet van belang is, want je legt 30 jaar in om het daarna terug te krijgen. Dus het hoeft niet elk kwartaal en altijd op korte termijn. Je kan ook op lange termijn kijken. En dan heb je veel meer speelruimte om de juiste dingen te doen. Dat is één balans. De tweede balans, als dat geld verdienen en zelfs dat pensioen ten koste gaat van ons klimaat of onze ongelijkheid of de samenleving, dan gaat straks ook de volgende generatie daar de rekening van betalen. En die is misschien wel meer dan alleen het pensioen. Dus ik zeg niet dat aandeelhouders of geld verdienen slecht is, maar ik zeg wel dat het gebalanceerd moet gebeuren. Gebalanceerd op korte en lange termijn. Gebalanceerd in een termen van klimaat of ongelijkheid of andere dingen. En die gebalanceerdheid vind ik van belang. En die is bij sommigen zoek. En dan moet dat doorbroken worden. En is dit niet bij iedereen zoek. En een andere weeffout in het systeem waar het de laatste tijd vaak over gaat, is belastingontwijking. Laten we heel even kijken naar een filmpje van vorig jaar, waarin een andere UU-alumnus zijn visie geeft op multinationals en rijke individuen die belasting ontwijken. Laten we even kijken. This is my first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water.
right? there was only one panel, actually. Mm-hmm. Well, we've had two. You're the second of our panels. There was only one panel. Let's go there. One panel hidden away in the media center that was actually about tax avoidance. Yeah. I was one of the 15 participants. So something needs to change here. I mean, 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. Mm-hmm. Taxes, taxes. We need to. Mm-hmm. I mean, just 2 days ago, there was a billionaire in here, what's his name? Michael Dell. And he asked the question like, name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked. Mm-hmm. And, you know, I'm a historian. The United States, that's where it has actually worked. In the 1950s, during Republican President Eisenhower, you know, the war veteran, the top marginal tax rate in the US was 91% mm-hmm. for people like Michael Dell. You know, the top estate tax for people like Michael Dell was more than 70%. I mean, this is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes. Yeah, that's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. We have a tax system that leaks so much that allows $170 billion of money every year to be taken to tax havens and to be denied the developing countries that need that money most. So we have to look at the business model, and we have to look at the role of governments to tax and plow back money into people's lives. Ja, je hebt het fragment waarschijnlijk wel eens gezien. Ja. Dit was tijdens het World Economic Forum in Davos, een plek waar u ook regelmatig bent geweest. Wat vind je van die kritiek op belastingontwijking? Hij snijdt een heel belangrijk punt aan, denk ik. Kijk. Er zullen ook privé niet heel veel mensen zijn die heel actief bezig zijn om elke dag meer belasting te betalen dan dat ze volgens de regels zouden moeten. Dus ik denk dat niet iedereen het leuk vindt om te veel of meer belasting te betalen. Dat is wat anders, een punt dat hij aansnijdt, is om te weinig belasting te betalen. We hebben een aantal regels afgesproken over de verdeling van geld. We hebben een aantal regels afgesproken dat we ook allemaal een collectieve bijdrage leveren uit ons loon, maar ook uit de winst van bedrijven enzovoort. Dat hebben we afgesproken, omdat we ook een aantal collectieve uitgaven willen doen met elkaar. En dan moet je niet gaan proberen, en bedrijven, en zeker grote bedrijven, hebben daar een grote verantwoordelijkheid, om dat te proberen te gaan marginaliseren en minimaliseren. En dat is het punt dat hij aansnijdt, en daarmee snijdt hij het punt aan van eerlijkheid, daarmee snijdt hij punten aan van ongelijkheid in de wereld. En ik denk dat belangrijke punten zijn. Ongelijkheid in de wereld die groot is. En natuurlijk horen we allemaal hier tot een privileged groep van mensen. We hebben het goed vergeleken met anderen. Maar toch moeten we proberen om die ongelijkheid te adresseren, om de eerlijkheid te adresseren. En dat betekent dat je transparant moet zijn als bedrijf, zeker over de belastingen die je betaalt. En niet proberen om daar slim in te willen zijn met allerlei constructies die we bij DSM ook heel bewust niet hadden in Curaçao of weet ik veel wat voor gekke toestanden die je allemaal kan bedenken. Dat moet je vooral niet gaan doen. En dat is het punt dat hij aansnijdt. We gaan naar de volgende vraag. En dat is een vraag van Marijn. Ja, ga je gang. Dank u wel. Meneer Siebesma, in februari was u te gast in het programma Buitenhof. En u sprak daar over globalisering in lovende bewoordingen. Maar u sprak ook de zorg uit dat niet alle landen en niet alle mensen in die landen hebben kunnen profiteren van de globalisering. En dat leidde dan, in uw woorden, tot boosheid, tot frustratie en tot het bouwen van hekken. Ja. En u zei toen dat globalisering veel inclusiever zou moeten worden, zowel in Nederland als internationaal. En mijn vraag is dan, hoe zou zo'n inclusievere globalisering er volgens u uitzien? En wat zou er concreet voor nodig zijn om dat te bereiken? Misschien voordat je die vraag beantwoordt, want dit interview in Buitenhof, dat vond plaats voor de coronacrisis. Dus misschien kun je dat meenemen in je antwoord, de huidige situatie waar we in zitten en wat die voor de wereld betekent. Ja, ja. Nou,
Je hebt het fragment van Buitenhof heel goed bekeken, want dat is ongeveer letterlijk wat ik gezegd heb. Letterlijke quote. Dus dat klopt. Kijk, de hele globalisering, ik haal toch een klein beetje, maar je bent eigenlijk mijn spokesman, want ik kan het niet beter kunnen formuleren. Maar de globalisering heeft heel veel welvaart gebracht voor miljarden mensen en voor heel veel landen. Maar niet voor iedereen, niet voor alle landen en niet voor iedereen in alle landen. Oké. Als je kijkt wat bijvoorbeeld, ik neem maar even het midden van Amerika. Laten we het even buiten onszelf maken, zodat het wat makkelijker. Want we halen het straks heel dicht bij huis. Maar het midden van Amerika, niet de twee kusten. Staalindustrie, kolenindustrie, allerlei industrieën die allemaal verdwenen zijn. Naar Azië enzovoort. Er is weinig voor teruggekomen. De twee kusten hebben geprofiteerd van de globalisering en de welvaart. En het midden van Amerika nauwelijks. Ghost towns, industrieën vertrokken, geen nieuwe banen. En dan gaan we tegen die mensen zeggen, die globalisering, jongen, hartstikke goed. Amerika is rijker geworden. Ja, die twee kusten, maar niet bij ons. Nee, maar ja, je moet dat een beetje in een holistisch plaatje zien, begrijp je wel? Nou, jij niet als ik daar woon en mijn familie en mijn kinderen enzovoort. En als dat jaar op jaar gebeurt, dan ben ik gewoon verdrietig, boos, ontevreden. Ga ik anders stemmen? Ga ik mijn stem laten horen hoe we dit kunnen aanpakken? En dat begrijp ik heel goed. En iets van dit soort problemen hebben in heel veel landen plaatsgevonden, waar bepaalde groepen, of dat nou geografisch is, of industrie of inkomensgroepen, bepaalde groepen niet hebben geprofiteerd. En ik denk dat dat niet kan en ook niet houdbaar is. Dus je zou het inclusiever moeten maken. Hoe kan je het dan inclusiever maken voor allemaal? Om te zorgen dat de mensen die buiten de boot vallen, niet meer buiten de boot vallen. Waarom? Hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld in het midden van Amerika. Waarom ga je daar geen andere industrieën neerzetten? Waarom ga je die mensen niet heropleiden tot ander soort banen? Ja, ik heb mijn hele leven lang in de staal of de kolenindustrie gewerkt. Oké, dan die vaardigheden zijn misschien niet meer nodig naar de toekomst. Want die industrie is verdwenen. Maar wel andere vaardigheden. Overigens is DSM wel een heel aardig voorbeeld. Want we hadden natuurlijk in het verleden, voordat ik er werkte, 45.000 mensen die onder de grond werkten bij DSM in de mijnen. En toen de mijnen gesloten werden in de jaren 60, is er een groot programma geweest door DSM samen met de overheid om die mensen te reskillen, hoe zeg je dat in het Nederlands, om nieuwe vaardigheden te leren. Om nieuwe banen te geven. Nederland heeft ook een aantal belangrijke activiteiten, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het Centraal Bureau Statistiek en dat soort dingen, die zijn bewust naar Limburg gegaan om nieuwe banen te kunnen creëren, nieuwe situaties kunnen creëren. En uiteindelijk is daar in tientallen jaar heel veel bedrijvigheid uit voortgekomen en hebben heel veel mensen daar weer een baan en nieuwe science parken en dat soort dingen ontstaan. Je kan dat niet maar laten gebeuren en laten verwoorden. Want dan voelen mensen zich in de steek gelaten en die zijn boos en terecht ook. En dat betekent dat je heel actief en heel bewust moet zijn met voor wie die globalisering nou een goede impact heeft en voor wie niet. En voor wie niet, daar zullen we voor moeten opkomen. Als ik dat dan groter maak met corona, een van de grote zorgen die ik heb met corona is ongelijkheid. De ongelijkheid is er in de wereld. Maar we lopen een risico dat die ongelijkheid alleen maar toeneemt. Toeneemt omdat een aantal mensen in de westerse landen hun banen zullen verliezen. Omdat die misschien naar nieuwe vaardigheden toe moeten. Omdat misschien bepaalde industrietakken niet zo snel meer terug zullen komen. Omdat misschien nu een echte doorbraak is gekomen van het online shoppen, waarbij een aantal vaste winkelketens het moeilijk zullen krijgen, ook op lange termijn. Maar ook in een mondiale context. Veel Afrikaanse landen maken zich op dit moment heel veel zorgen of de ongelijkheid die er al is tussen bijvoorbeeld Afrika en het Westen niet door corona alleen maar zal toenemen. Men kampt met de problemen van klimaat. Men kampt met de problemen van de sprinkhanenplagen. Daar komt nog een keer bovenop corona. Niet zozeer corona voor hunzelf. Dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar ook de corona van de westerse landen die daardoor minder kopen, daardoor minder gaan verkopen, minder handel drijven en dat deel van de wereld even een beetje links laten liggen. En daar hebben zij heel veel last van. En dat helpt natuurlijk niet
om de achterstand die er is te boven te komen. In die zin heb ik wel eens gezegd, is natuurlijk wel, ja, niet alle parallellen gaan op en heel veel dingen gaan hier niet op, maar wat er toch na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met het Marshallplan, de Amerikanen die Europa van een oorlog hebben medehelpen bevrijden, en die waren nog niet terug thuis. En niet allemaal, heel veel levens verloren. En bedachten toen het Marshallplan. Niet alleen maar om Europa te helpen, ook uit zelfinteresse voor Amerika. Maar toch te kijken, kunnen we niet investeren en gezamenlijk dat continent dat zo in duigen ligt er weer bovenop brengen. En ik denk dat, en niet alle vergelijkingen gaan op, maar dat soort ideeën om te kijken hoe we die globalisering niet terug kunnen draaien en niet achter de dijken verschuilen, hoe aantrekkelijk dat voor Nederlanders ook is. Maar die inclusiever te maken door dit soort dingen. Daar zou ik groot voorstander van zijn. Hij zegt dus tegelijkertijd, zeg je ook, mensen trekken zich eigenlijk terug achter grenzen. Dan is dat misschien wel een heel erg optimistisch idee. Als iedereen zich terugtrekt, dan gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Want je hebt hier natuurlijk internationale samenwerking nodig. Ja, ik denk niet dat het goed is dat iedereen zich terugtrekt. Zie je natuurlijk nu gebeuren ook als gevolg van die globalisering, ja. Zegt u. Nou ja, er is natuurlijk een terugtrekkende beweging van de globalisering. Wat er gebeurd is dat de globalisering brengt veel welvaart voor veel mensen, voor veel anderen, maar niet voor iedereen. En een aantal mensen zijn boos en die gaan natuurlijk zoeken naar een stem via politieke partijen om hun bozigheid en die terechte bozigheid die er is, om die te laten horen. En dan kan je natuurlijk een aantal dingen doen. Je kan proberen om het inclusief te maken, om te heropleiden, te herscholen of wat voor soort dingen. Marshallplan-achtige dingen als je het internationaal ziet. Maar je kan ook zeggen, we gaan proberen de grenzen te sluiten en onszelf te verdedigen. Dat is ook een logische reactie. Ik denk dat die op de lange duur je niet zal helpen. Dus ik denk niet dat de goede route is. Maar ik begrijp hem natuurlijk wel. Alleen zou ik ervoor zijn om te kijken of we wel die internationale samenwerking kunnen houden, omdat de essentie van het economische model, ik had het er net in het begin over hoe we begonnen zijn, is toch een beetje specialisatie. Ja. Probeer nou een beetje te doen waar je goed in bent. En zo is de economie eigenlijk ook begonnen. En dat, het is heel moeilijk om dat te ontkennen en dat te doen alsof dat geen slim model is om te doen waar je goed in bent. En nee, dan moet je ook zorgen dat we hier weer in andere dingen goed zijn. Zodat wij onszelf weer kunnen onderscheiden. En daarin zal kennis een belangrijke rol spelen. Daar zullen nieuwe technologieën een rol in kunnen spelen. En dan moeten we mensen in meenemen en die daar ook voor opleiden. Ja, we gaan het zo hebben over de universiteit. Eerst nog een vraag van ISO. Dank u wel. Ik had inderdaad een vraag, want eerst verhaalt heel veel over gelijkheid en dat ook een van de taken is van bedrijven. Maar ik heb toch een beetje licht idee dat hoe groter een bedrijf groot, hoe meer de ongelijkheid daarin toeneemt. Want de CEO die krijgt meer betaald en de aandeelhouders krijgen meer uitbetaald. Maar de werkers aan de onderkant die blijven bij wijze van op minimumloon steken. Of het verplaatst zelf naar Zuidoost-Azië of Afrika waar de lonen lager liggen. Met als natuurlijk het grootste voorbeeld een bedrijf als Amazon, waarbij volgens mij de bewerkers zoveel minuten per dag op de wc mogen zitten voordat het wordt ingehouden van hun loon. En Jeff Bezos, die zoveel 100 miljard waard is. Als we het dan hebben over de wereld van morgen en een reset na de coronacrisis. Ziet daarin dan nog een plaats in die nieuwe wereld voor bedrijven om eindeloos door te groeien, zoals Amazon of Google of Facebook hebben gedaan? Of moeten we op een andere manier kijken naar hoe ver een bedrijf mag groeien, hoe onbeperkt, hoe vrij we bedrijven laten als maatschappij zijnde? Ja, is een moeilijke vraag, maar een belangrijke vraag en een belangrijk punt ook. De macht van bedrijven, de macht van de grote techbedrijven. En hoe ongebreideld, je gebruikt het woord niet, maar ik kwam in de buurt, mag dat zijn. En dat is niet onbeperkt. En terecht, en daar hebben we zelfs mechanismes voor, om te grote dominantie op markten gewoon via wetgeving
te voorkomen. En daar zit iets goeds in. Bedrijven moeten ze dat ook zelf aantrekken. Als je zoveel impact en zoveel macht hebt, zoals bijvoorbeeld de techbedrijven hebben, dan is het goed om je te realiseren dat je ook heel veel impact hebt en welke verantwoordelijkheid dat geeft. En als je niet helemaal altijd leeft naar die verantwoordelijkheid, dan loop je dus als bedrijf terecht het risico dat een wetgever of een overheid in gaat grijpen en zegt, ja, ik vind dat jij niet helemaal goed kan omgaan met de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de impact of power of macht die je hebt. En ik ga daar dus in interveneren. Dat vinden bedrijven over het algemeen niet leuk. Maar ik denk dat dat een heel logisch iets is. Dus ja, grote bedrijven zullen zich heel goed moeten realiseren welke invloed, macht, power, wat dan ook ze hebben. En dat ze daar uitermate voorzichtig en prudent mee moeten omgaan. En dat geldt voor eigenlijk elk mens. Elk mens dat een invloed heeft op... Een invloed heeft, macht is een naar woord, maar op andere mensen moet daar met beleid mee omgaan. Als jij een invloed kan hebben op je ongelukkige buurman of buurvrouw, omdat jij de boodschappen daarvan kan doen, dat is heel klein. Dan heb je daar ook een verantwoordelijkheid. En het gaat om diezelfde waarden en normen, die exact zo ook gelden voor hele grote bedrijven die een grote invloed of grote macht hebben, hebben daarmee een enorme verantwoordelijkheid en kunnen niet alleen maar zeggen, ja, dat is nou eenmaal ontstaan, dat komt door de succes van onze producten, iedereen koopt het en daarmee zijn we klaar. Nee, zo simpel zit de wereld niet in elkaar. En laten we het eens hebben over de verantwoordelijkheid van de universiteit. Als het dan gaat over die grote reset, welke rol zie je daar dan weggelegd voor de universiteit? De reset, dat is een woord dat we gebruiken. We hebben een enorme crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Misschien nog nooit zoiets gehad dat zoveel impact heeft op zoveel mensen en zoveel landen als die coronacrisis. En het is afschuwelijk. En laten we dat in ieder geval, en we geven ontzettend veel geld uit, laten we in ieder geval zorgen dat we een deel van dat geld dan uitgeven om de wereld daarna of in die coronacrisis ook nog een beetje mooier achter te laten in tijden van circulariteit of tijden van klimaat of ongelijkheid of al dat soort thema's. Kan de universiteit daar een bijdrage in leveren? Zeker. De universiteit voor mij speelt drie belangrijke rollen. Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke rollen. Dat zijn de drie kerntaken van de universiteit. Sommige universiteiten zeggen nog een beetje onderwijs en onderzoek, maar ik vind die maatschappelijke rol ook een hele wezenlijke taak voor de universiteit. Dus universiteiten kunnen nadenken hoe in hun onderwijsprogramma's dit soort filosofieën, dit soort dingen waar we nu vandaag over praten, met hun studenten een rol speelt. En hoe de studenten daar een bijdrage kunnen leveren, hoe de studenten hun eigen beelden verder kunnen ontwikkelen in overleg met docenten. Precies, daar wil ik even een vraag over, want we krijgen een vraag binnen via YouTube van Reinier Strover. Die gaat precies hierover. Die zegt, welke verantwoordelijkheid hebben docenten van een studie als bedrijfskunde om het bedrijfsleven duurzaam te laten worden? En in welke mate komen ze die nu na? Ja, hele goede vraag. Ja, ik ben bij veel bedrijfskundeopleidingen vaak betrokken geweest. En die veranderen wel een beetje, maar de meeste bedrijfskundeopleidingen, er zitten nog steeds finance, economics, technology, innovation, management, leadership. En dat zijn de kernvakken. Dan kunnen we dat een beetje integreren tot een of andere visie en de wereld een beetje beter maken. Maar dit zijn de kernelementen van een bedrijfskundeopleiding. En als je heel goed nadenkt, zoals we in het begin ook spraken, is eigenlijk helemaal niet de kern van een bedrijfskundeopleiding. De kern eigenlijk van een bedrijfskundeopleiding, naar mijn mening, zou moeten zijn, wat is eigenlijk de rol van de economie in de samenleving? Ja. Hoe is de economie eigenlijk begonnen? Wat zou de economie eigenlijk moeten afleveren? Wat zou dat eigenlijk moeten zijn? En dat zou een heel belangrijk thema moeten zijn in een bedrijfskunde of in een economieopleiding. Maar misschien wel in alle opleidingen. Wat is de rol die de wetenschap speelt in de samenleving? Hoe kunnen we deze wereld veranderen of een bijdrage inleveren? En dus de universiteit kan op het terrein van onderwijs, kan ook natuurlijk op het terrein van onderzoek,
En ook zijn maatschappelijke betrokkenheid. Gewoon de dingen laten horen die de universiteit vindt. Moet de universiteit dat nog meer doen dan de universiteit dat nu doet? Universiteiten doen dat. Altijd een heel groot compliment voor deze universiteit. En jullie college van bestuur, een raad van toezicht, college van decanen, die daar, zoals ik weet, ontzettend mee bezig zijn om dat te doen. Dat vind ik ook mooier van de Universiteit Utrecht, die natuurlijk altijd mijn hart gestolen heeft, mijn alma mater. De universiteit heeft het mogelijk gemaakt voor mij om het te ontwikkelen tot degene die ik geworden ben. Dus daar blijf ik de universiteit altijd op mijn blote knieën voor danken. Maar natuurlijk kan ook de Universiteit Utrecht, net zoals alle andere universiteiten, denken, hoe kunnen we hier nog verder een bijdrage in leveren? We werken met met mensen die in het begin van hun leven staan, begin van de ontwikkeling staan, studenten die hun inzet, hun denkkracht enzovoort willen gebruiken om zichzelf te ontwikkelen, maar hopelijk ook een bijdrage te leveren aan deze maatschappij. Ja, dan ga je daarover in discussie en dan ga je dat gebruiken. Het zou doodzonde zijn om dat niet maximaal te gaan gebruiken. Vind je dan ook dat er meer geld moet naar het onderwijs? We hebben vandaag natuurlijk de opening van het academisch jaar gehad. Er is ook een actiegroep, een WO in actie, een groep academici die strijden voor betere basisfinanciering en betere werkomstandigheden. Ze hebben vandaag ook van zich laten horen. Zij zeggen, er moet eigenlijk structureel meer geld bij. Denkt u dat ook? Ja, ik ga niet uitspraken doen, want ik kan dat niet het hele plaatje overzien. Of we naar universiteiten of hbo-instellingen of het lager onderwijs. Want op alle vormen van onderwijs zijn er verbeteringen aan te brengen. En ik zou er voorzichtig in willen zijn om één bepaalde vorm van onderwijs, universitair onderwijs, nu eruit te lichten en even ten koste van de andere te gaan. Dat zou niet goed zijn. Maar over het algemeen, investeren in onderwijs, investeren in de volgende generaties, dat is natuurlijk als land een van de beste en ik denk meest renderende dingen die je kan doen. Zorgen dat de volgende generatie klaarstaat, goed is opgeleid en terugkomend op jouw opmerking over globalisering, zorgen dat die komende generatie de vaardigheden heeft, de opleiding heeft, die passen bij de banen van de toekomst. Ik zag pas geleden, een tijd geleden, een filmpje, ik weet niet of het waar is, en die zei, voor deze generatie, die hebben over 25 jaar, voor de helft van deze generatie, hebben over 25 jaar banen, die nu nog niet bestaan. Dus als jullie 25 jaar verder zijn, heeft de helft van jullie een baan waar niemand nu van weet wat voor baan dat eigenlijk is. Die bestaat helemaal niet. Ik weet niet of de getallen helemaal kloppen, maar er zal wel iets van waar zijn. En dat betekent dat we deze generatie moeten opleiden met vaardigheden om dat soort toekomstige banen te kunnen gaan innemen. Ja, ik wil eigenlijk vragen, we zitten hier met een hoop studenten in deze zaal, er kijken hopelijk ook een hoop studenten mee. Wat zou je tegen die studenten willen zeggen die zich momenteel zorgen maken over de toekomst? Zeg, we zitten in een gigantische crisis, wat voor effecten heeft dit op mijn loopbaan? Wat zou je hen voor advies geven? Niet alleen maar zorgen maken, dat is ook als eerste advies geven. Je moet deze periode ook gebruiken om lol te hebben en het leuk te hebben. Dat is het eerste. Tweede, probeer wel hard te werken, hard te studeren. Want er staat iets meer druk op deze generatie dan er misschien het afronden van die studie stond in mijn tijd, als ik het zo mag zeggen. Ik heb altijd met mijn vrouw een discussie. Mijn tijd, dit is ook mijn tijd. Dit is ook net of mijn tijd al voorbij is. Maar vroeger. Je moet ook hard uitwerken. Maar probeer ook met allerlei dingen daarnaast jezelf te ontwikkelen, te ontplooien, jezelf te kennen, je eigen sterktes, je eigen zwaktes, je eigen gevoeligheden, je eigen angsten. Probeer uit te vinden wie je bent. En probeer dan toch, hoe kan ik het zeggen? Probeer inzicht te ontwikkelen. Dat is misschien het belangrijkste woord dat ik kan zeggen. Probeer inzicht te ontwikkelen in jezelf, wie je bent. Probeer inzicht te ontwikkelen in de maatschappij, waar we heen gaan, wat we doen.
En probeer die inzichten te gebruiken om de inzichten die je hebt over jezelf, wie je bent, waar je goed in bent, waar je slecht in bent, waar je passie voor hebt, waar je warm voor wordt, waar je koud van wordt. Die inzichten in jezelf te combineren met inzichten die je ontwikkelt over de maatschappij en waar het heen gaat. En probeer dan een combinatie te maken tussen de inzichten in jezelf en de inzichten die je hebt in de maatschappij. Om een baan, een loopbaan, een carrière, stappen te ontwikkelen die daar een match tussen hebben. Dat je dingen gaat doen die je leuk vindt, waar je misschien ook goed in bent. Die twee dingen vallen bij heel veel mensen vaak nauw samen. En dan vind je natuurlijk, als je ergens de passie voor hebt, vind je ook de route. Ja. Ook in deze aparte tijden, want het zijn natuurlijk ook voor studenten, voor iedereen moet ik zeggen, maar ook voor studenten natuurlijk apart tijden. Thuis op je kamer naar een scherm te moeten kijken of een college. En dan in een soort Zoom-meeting of Teams-meeting met elkaar een werkgroep te hebben. En dan zit je weer naar het scherm te kijken en dan ga je naar die andere huisgenoten die je ook het hele dag al ziet. Dat je denkt, nou, het hangt een beetje van je huisgenoten natuurlijk af. Maar sommigen denken dan ook, nou, ik zou ook wel eens andere mensen willen zien. Ja, dat begrijp ik heel goed. Lastige tijden. Mooi advies. Maar probeer die inzichten te ontwikkelen en dan je passie te volgen. Ik vind ook, dat is een discussie die ik ergens zag. Moeten we nou studenten stimuleren of dwingen om dingen te gaan doen waar de maatschappij nu behoefte aan heeft? Dat vind ik altijd een hele enge richting. Ik zou niemand willen dwingen of stimuleren om die studie te gaan doen of datgene te gaan doen waar nu de meeste banen voor zijn. Je moet ergens in je leven gewoon je hart volgen. En als je ergens warm voor wordt, dan moet je dat gaan doen. En natuurlijk moet je niet blind zijn en zeggen dat de ene richting heeft meer kansen misschien dan de andere richting. Maar volg daarin je hart en je eigen inzichten. Ga doen de dingen die je met je leven wil doen. Ja. En dat is het belangrijkste wat ik tegen jonge mensen, trouwens tegen oudere mensen ook kan zeggen. Ga doen wat je wil doen met je leven. Straks een keer is het voorbij. En dan moet je wel gedaan hebben wat je leuk vindt. Tot slot, na je afscheid bij DSM werd je coronagezant van de Nederlandse overheid. Dat is nu ook voorbij. Ja. Wat ga je doen? Het is niet helemaal dat ik helemaal niks te doen heb. Een van de redenen dat ik ook gezegd heb, na een half jaar vrijwilligerswerk als coronagezant, moeten we daar een keer een einde aan breiden en dat weer in de lijn bij de ministeries neerleggen. Anders werkt het niet. En ik wil ook met name tijd besteden aan de dingen waarin ik nu rollen heb. En die hebben heel veel te maken met klimaat en met voeding. Ik ben bezig met een heel groot initiatief om Afrika zelfvoorzienend te maken in zijn eigen voedselproductie. Door lokaal te produceren, lokaal te verwerken voor de lokale bevolking zonder import van het Westen. En dat is de oplossing, denk ik. Ik probeer met de oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties het klimaatadaptatie een stap verder te brengen. En dat soort initiatieven, daar ga ik heel veel tijd aan besteden. Heel veel tijd. Mooi. Succes daarmee. We hebben nog één ding van deze avond. Er staat daar een kast. Daar staan allemaal hele mooie objecten in. En je mag daar iets uitkiezen. Dus ik zou willen zeggen, ga even naar de kast toe. Kijk even wat erin staat. Neem ons mee. En zoek wat uit dat je mee wil nemen naar huis. Gratis, een cadeautje. Ja, het is een cadeautje. Van de universiteit. Van de Universiteit Utrecht. Mama, meer. Dan moet het minder dan 50 euro zijn, dat ten eerste. een foto van jezelf. Nou, dat is ongeveer het laatste. Dat is net. Ja, een plant als biologisch, dat wel aantrekkelijk. Er staan ook wat boeken, zie ik. Dit is een beknopte geschiedenis van Nederland, de James Kennedy van de Universiteit Utrecht. Mag ik? Ja, zeker. Die mag je zeker meenemen. Dan neem ik dit boek. En de reden is, als ik een cadeau krijg van de universiteit, moet het een
een intellectueel cadeau zijn. Dat moet een boek zijn met letters en papier. Natuurlijk. Want dat symboliseert voor mij de universiteit. En dan iemand van de universiteit die in één boek de hele geschiedenis van Nederland beschrijft. Wat is mooier dan dat. Dank daarvoor. Heel veel plezier voor het boek en heel erg bedankt voor je komst. Mag ik een groot applaus voor Feike Siebesma. Dank je wel. En dank dat ik hier mocht zijn op afstand. En ook via de video en via het scherm. Wat een genot om hier te zijn bij de Universiteit Utrecht. Alle universiteiten zijn schitterend in Nederland. Maar één is, moet je niet tegen de rest vertellen, toch net iets mooier dan al die andere Universiteiten Utrecht. Dank. Applaus, dankjewel Feike. Ja, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze opening van het academisch jaar. Ik hoop dat jullie ook thuis hebben genoten, ook dat jullie hier in de zaal hebben genoten. Ik zou nog een klein beetje reclame willen maken. Als jullie denken, we willen verder praten over de wereld, hoe die beter moet, dan ben je natuurlijk zeer welkom bij Studium Generale. Ga naar onze website sg.uu.nl en daar vind je het programma van de komende tijd. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Dag!